Beste luisteraars, we gaan verder met ons programma. Ik nodig uit Ludwig. Ludwig, goedenacht. Goedenacht, Johan. En alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit het ijskoude Nijmegen. Ik leg de nadruk op ijs. Want ik kan u zeggen, als ik uit het raam kijk, zie ik een pak sneeuw van bijna 30 centimeter. Ligt overal op. En het geeft me geen prettig gevoel. Ik weet dat in heel Nederland en Europa men spreekt over ijspret. Dat de volwassenen met name, die hebben goede herinneringen aan spelen met sneeuw en sneeuwballen en een sneeuwpop. Dus ze hebben prettige herinneringen wanneer ze naar buiten kijken, alles wit zien. Alles is wit met een laag sneeuw erop. Maar ik herinner mezelf dan aan mijn aankomst in Utrecht. Ik ben in Nederland toen ik aankwam in Utrecht gearriveerd. En toen zag ik voor het eerst sneeuw. En ik woonde op een zolderkamertje in Utrecht, in de Monsieur van der Wieterenstraat, een zijstraat van de Beeldstraat. En ik nam een glas en probeerde die sneeuw op te vangen op het dak. Dus ik kon door een dakraam kon ik een pak sneeuw bereiken. En ik nam zo'n, ik vulde een glas en dat ding was precies schaafijs. Dus ik zette een beetje stroop. Maar later verbood de gastvrouw, dat waren dus mijn familie, de Rozen, waar ik logeerde, die waarschuwde mij dat de sneeuw niet mag eten. Want u moet zich voorstellen, die lucht hier in Europa is zo vervuild door al die fabrieken. Dus wanneer die sneeuw naar beneden valt, zit er in elke sneeuwvlok zitten er een heleboel puntjes van ijzer en roet en vervuiling uit die lucht. Dus je moet niet denken dat je, wanneer je een glaasje sneeuw neemt, dat je te maken hebt met zuiver water. Je hebt te maken met die hele vervuiling die in die lucht hangt. Dus mijn schaafijs-experiment is mislukt. En ik moet u zeggen, daarna heb ik gepoogd om op schaatsenles te gaan. Want ik zag iedereen schaatsen in die plassen. En ik ben toen op schaatsles gegaan met een stoel, zoals men dat gebruikelijk kent in Nederland. En ik kan u zeggen, ik ben met mijn leraar en al met stoel en leraar. Bij die eerste meter die ik moest schaatsen, ben ik gevallen door mijn horaleraar. Mijn jokeraleraar van een vlak op de baas. En hij gaf me ontslag. Hij zegt, meneer Van Lier, gaat u maar naar de tropen. Maar hier in Nederland is het ijs niet aan u besteed. En het is tot de dag van vandaag zo. Ik denk, laat me een beetje luchtig beginnen deze keer. Odi, odi, dames en heren luisteraars, wereldwijd, waar u zich ook mogen bevinden. U bent afgestemd op Radio Tamara en ik ga direct met mijn plicht beginnen u te informeren over het wel en wie in ons geliefd Suriname. Ik had het zo net al over die kou. Ja, dat ding houdt me de hele tijd bezig. Ik zeg dat hij elke uitzending corona guenti. Maar goed, in Nederland is alles nog waar de klok slaat. De coronapandemie, er is een avondklok. En ik heb aan de lijve moeten ondervinden dat die Surinamers die elkaar opzoeken van de ene stad naar de andere stad, die hebben er moeilijk mee met die avondklok. Omdat je echt, dit is geen Suriname of derde wereld waar men door de vingers kijkt. If you know dinner of zo, om 9 uur 's avonds gaat die avondklok in. En als je er niet bent, dan wacht jou een hoge boete. En men ziet, de handhaving is hier echt strak. En natuurlijk, het gaat om een uitgestrekt gebied en het gaat om miljoenen mensen. Dus ik kan Finwan boren altijd, maar je mag ervan uitgaan dat if the man grab you, ga je moeten betalen. En je kan ook niet langs de achterdeur de boel komen flessen. Dat is geen derde, men zegt hier, het is geen bananenrepubliek waar je de inspecteur kan spreken langs die achterdeur en verzachting kan vragen enzovoort. Nee, maar ik kom straks ook daarop terug, want er is een hele confrontatie tussen meneer Piqué en de Surinaamse politie.
die hem zo hebben aangehouden. En meneer Piqué is heel boos. En terecht, moet ik even zeggen. Dus het gaat niet om wie het gelijk heeft, maar ik heb het over die confrontatie. Maar ik kom straks daarop. Dan ga ik even direct COVID-19 overslaan. Ik laat Nederland voor wat het is. Ik herinner u alleen eraan dat we hier in Nederland ons opmaken voor de komende verkiezingen in de maand maart. Ja, dus alles heeft een politieke bijbetekenis nu. Dus ook die COVID-pandemie. Het gaat erom als die regering Rutte er niet in slaagt de pandemie terug te dringen en een beetje rust te brengen in die samenleving met betrekking tot de COVID-19 extra maatregelen zoals de lockdowns en die avondklok, dan gaat het er slecht uitzien voor de VVD. Maar alle peilingen tot nog toe wijzen erop dat de VVD toch kan bogen op een behoorlijke aanhang. En ik heb u al in eerdere uitzendingen uitgelegd dat het bijna alles te maken heeft met het feit dat ter rechterzijde van de Nederlandse politiek er een grote politieke partij uit elkaar is gespat. En dat is de Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Ja, en dat de loslopende vleugel van het Forum voor Democratie in de Nederlandse politiek gaat ervoor zorgen dat de andere partijen op rechts een kleine versterking gaan krijgen bij de komende verkiezingen. Maar nogmaals, daar kom ik straks op terug, of in andere programma's, want het is nog lang niet zover, het is nog geen maart. Dus ik ga even die oversteek maken naar de Verenigde Staten. En om dan direct met Suriname door te gaan, omdat we iets vanwege technische problemen iets minder tijd hebben vandaag. Ik ga direct naar de Verenigde Staten, waar ik u al in eerdere uitzendingen op heb gewezen dat de belangrijke datum is 8 februari, dat is morgen. De werkweek van morgen begint met 8 februari. We zitten op de nacht van zondag 7 februari naar maandag 8 februari. Ja? En 8 februari is aangekondigd dat men in de Verenigde Staten in stemming gaat brengen of de impeachment van de ex-president Donald Trump kan worden voortgezet. En ik citeer even een lid van de Senaat in de Verenigde Staten. Die man heet Chuck Schumer. Chuck Schumer zegt, die is dus de leider van de grootste fractie van de Democraten. En die wijst erop dat in deze week, die nu komt, de beslissing gaat vallen van wat er met Trump gaat gebeuren. Dus we volgen allemaal de politiek in de Verenigde Staten, omdat het van belang is, zowel voor de Amerikaanse politiek als voor de internationale politiek. Want zoals u weet, heeft Trump in een heleboel gevallen het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten naar belangrijke landen in de wereld drastisch gewijzigd. Met name in het Midden-Oosten. En dus daar kijkt men reikhalsend uit naar de onttroning van meneer Trump. En dan praat ik in het belang van de Palestijnen, waar ik zo direct even op kom. Maar laat me even Amerika afmaken. Het blijkt dat die Democraten, die hebben die stemmen van die Republikeinen nodig in de Senaat om Trump voor de tweede keer te kunnen impeachen. En het gaat om het volgende, dat van die Republikeinse senatoren, ja, heeft men 17 nodig van de 50. Er zijn 50 Republikeinse senatoren. 17 heeft men nodig om een 2/3 meerderheid te hebben in de Senaat. En dan kan Trump succesvol worden impeached. En het blijkt dat uit opiniepeilingen, en of Tom, tenminste, het zijn geen peilingen, maar het zijn gewoon feitelijkheden, dat er feitelijk 5 Republikeinen al zijn overgelopen. Alleen maar in deze kwestie, hoor. Dus ze blijven Republikein, maar ze vinden dat Trump de boel opfokt in de Verenigde Staten. En die hebben gekozen voor de impeachment, 5. Maar die werden direct bedreigd en belaagd door de Republikeinen. Want mensen gaan als verraad aan de eigen partij. En daarom
zijn die Republikeinen een beetje geschrokken intern. En hebben ongeveer 10 Republikeinen die zitten op de webstoel. Dat ze wel in de publiciteit te kennen hebben gegeven dat ze niet tevreden zijn met het gedrag van Donald Trump. Maar ze twijfelen nog of ze dus het zullen doorvoeren tot een ondersteunen van de Democraten bij de tweede impeachment van Trump. Nou, maar als u 5 optelt bij 10, dan komen we op 15. Terwijl dus de Democraten 17 nodig hebben, 17 stemmen van de senatoren, van de 50 Republikeinse senatoren moeten 17 in feite kiezen voor de tweede impeachment van Trump. En dat wordt spannend. Het gaat dus om. Dus als die twijfelende groep van 10 met nog 2 erbij, dan halen ze wel die 17. En de vraag is dus nu of de publiciteit, die openbare debatten en discussie die er zijn geweest, en ook allerlei leden die zich hebben teruggetrokken, anderen worden gesteund, anderen die hebben uit commissies gewipt. Dus het is heel strak aan toegaan in Amerika. Maar de vraag is, die balans wordt deze week opgemaakt. Deze week wordt het een en ander in stemming gebracht. En dan gaat blijken of 2/3 van de Senaat in de Verenigde Staten voorstander is van de tweede impeachment van Donald Trump. En dan weten we waar we aan toe zijn. Maar dit breng ik in het kader van het nieuwe beleid van meneer Biden. Die heeft gezegd dat hij streeft naar verzoening in Amerika, want het is een democratie. En een democratie betekent recht voor allen in een rechtsstaat. Dus ook voor de underdog, ook voor de schuldigen, ook voor bandieten en schurken. Ja, die worden in een democratische rechtsstaat gezien als rechtmatige burgers van die rechtsstaat. En die hebben evenveel recht als de goeden. Laten we het zo zeggen. Als je goed en kwaad benoemt, dan is in een democratische opvatting dat het kwaad ook recht heeft. Dus de goeden hebben recht, maar ook de kwaden. En daarom zegt men dat als er geïmpeached wordt, de tweede impeachment succesvol zal blijken door de democraten, dat eigenlijk indruist tegen de beleidsmatige plannen van Joe Biden om het Amerikaans volk te verenigen. Dus om te werken naar verzoening. Maar dan krijg je juist een verscherping van de tegenstellingen in de Verenigde Staten. Dat is in het kort samengevat de spanning die er in de Verenigde Staten heerst op dit moment. En ik zou het hierbij willen houden. En voordat ik naar Suriname overga, even een brug. Een tussenbericht wat ik u wil aangeven. En dat is dat ik u in deze uitzendingen begin van de maand, we zijn nog niet ver, maar op 2 februari was er iets te melden, namelijk dat de oud-minister, de ex-minister van het CDA in Nederland, de heer Dries van Acht, dat die 90 jaar is geworden. In deze maand februari, 2 februari, de verjaardag van Dries van Acht, die nog leeft en in goede gezondheid is. Hij woont in Nijmegen. Ik woon in de buurt van hem, dus ik ga niet verder de details geven, maar ik kan zo naar zijn woning kijken. Maar het punt is, ik vier die verjaardag mee om een andere reden. Namelijk dat Dries van Acht, daarom breng ik het in verband met de veranderingen in de Amerikaanse buitenlandse politiek, daar is hij bekend om, die heeft van meet af aan heeft hij de Palestijnen ondersteund in het Midden-Oosten conflict. Hij heeft Israël verschillende malen aan de schandpaal genageld en als Nederlands politicus er consequent op gewezen dat er de Palestijnen onrecht wordt aangedaan in het Midden-Oosten. Zo kent men hem hier in politieke zin. En ik moet u zeggen, de Nederlandse politiek weet er geen raad mee. Want zoals u weet is Nederland pro-Israël en hebben de Duitsers hier in Europa heel veel kwaad aangericht tegen de Joden. En heel West-Europa kiest natuurlijk het standpunt van de Joden. Want wij en Suriname ook hebben meegeholpen
de Joden te bevrijden van het nazisme. En het is succesvol verlopen. Suriname heeft een grote bijdrage geleverd. Dat heeft men verzwegen in de geschiedenis. Maar u moet bedenken dat de luchtmacht van de geallieerden, hè, Amerika en al die samenwerkende West-Europese landen die onder de voet waren gelopen door Hitler, ja, die waren afhankelijk van de vliegtuigindustrie, de luchtmacht. Dat heeft de doorslag gegeven in de militaire verhoudingen. En zoals u weet gaat het in de politiek om geld en macht en wapens. En dat betekent dat de bijdrage van Suriname door de grondstof voor aluminium te leveren aan de Verenigde Staten een enorme productie van vliegtuigen mogelijk heeft gemaakt. Met name in de Verenigde Staten, maar ook elders waar vliegtuigen worden geproduceerd. Dat is Surinames bijdrage in de Tweede Wereldoorlog geweest. In productieve zin. En we mogen er heel trots op zijn dat dankzij de Surinaamse bauxiet en de aluminium waarvan die vliegtuigen werden gemaakt, de Amerikanen een enorme luchtmacht hebben kunnen opbouwen die Hitler heeft verpletterd. En dat is die bijdrage van Suriname. En we hebben ook een fysieke bijdrage geleverd in de vorm van Surinaamse strijders. Er hebben meer dan 1000 Surinamers geparticipeerd in die oorlog. Hebben ze meegevochten aan de kant van Nederland en de geallieerden. En één daarvan wordt gelauwerd en gelouterd. Dat is Anton de Kom. Die kennen wij. En daar is de laatste tijd veel aandacht aan besteed. Daar kom ik zo direct op. Maar laten we eventjes over Dries van Acht het volgende zeggen. Dat hij deze maand, naar aanleiding van zijn jaardag, en het is op die jaardag aan hem uitgekeerd, namelijk een hoge onderscheiding uit Palestina. En die onderscheiding heet de grote ster in de orde van Jeruzalem. Heeft hij gekregen uit de handen van de president natuurlijk van Palestina, Mahmoud Abbas. Dat is de president van Palestina. En die onderscheiding is hem overhandigd in Nederland. Men heeft daarbij de waardering uitgesproken dat deze Nederlandse politicus, ja, tegen de status quo in, want dat moet ik erbij zeggen. Ik heb het dan een beetje indirect gezegd door te zeggen dat Nederland en de geallieerden aan de zijde stonden van Israël. Maar Israël heeft op een onbegrijpelijke manier, daarom is het conflict nog niet opgelost, heeft Israël gekozen voor een agressie tegen het Palestijnse volk, waaraan ik me niet brand. Dus ik ga niet in het interne conflict, maar ik vind het rechtvaardig en goed van meneer Dries van Acht dat hij tegen de verdrukking in, kan je bijna zeggen, de moed heeft gehad om samen met mevrouw Gretna Duisenberg, want die, ik wil bijna zeggen, die is zijn partner in crime, maar het is natuurlijk geen crime, maar het is grappenderwijs zo uitgedrukt erbij. Maar het komt erop neer, dat is de vrouw van de toenmalige president van de Centrale Bank van Suriname, van Nederland. Ik zeg zo weer, maak weer een foutje door Suriname te zeggen. Maar natuurlijk, Duisenberg is de president van de Centrale Bank van Nederland. En zijn vrouw, Gretna Duisenberg, die is de politieke partner geweest in de buitenlandpolitiek pro-Palestina, die door Van Acht voor als belangrijkste ideoloog, als jurist, ex-minister van Justitie, en hij is premier geweest voor het CDA van 1977 tot 1982. En in die periode heeft hij zich echt consequent, tot ergernis van velen in Nederland, heeft hij zich consequent achter de strijd van een vrij Palestina gesteld. Nou, chapeau voor meneer Dries van Acht. En ik moet u zeggen, ik praat nou namens mezelf. Ik heb grote waardering voor deze belangrijke mastodonten in de politiek die een eigen stempel drukken op de wereldpolitiek door een consequente stellingname. En ik heb op mijn leeskastje heb ik zo'n boek
nog steeds Dries van Acht, een schreeuw om recht. Een van zijn laatste boeken, De Tragedie van het Palestijnse Volk, heeft hij nauwkeurig uit de doeken gedaan wat zijn standpunt is voor het Palestijnse volk. En ik moet u zeggen, waarom dit nu ook van belang is, is dat Dries van Acht als jurist, en nu zet ik de pet op, ik zet hem de pet op van jurist, en ik heb hem zo net behandeld als politicus, en als jurist kan ik u nog dit zeggen, heeft hij gewezen op de politieke en de juridische positie van het Openbaar Ministerie in de rechtsgang. Hij heeft daar een boek over geschreven. Ik heb dat boek gekauwd en van binnenste buiten geleerd. En dat komt erop neer, en om het samenvatten voor u, want het is zeer toepasselijk voor Suriname op dit moment. Daarom haal ik het aan als brug. Namelijk, hij heeft gezegd, het Openbaar Ministerie, dat die een factor invult in die rechtsgang, wanneer mensen berecht worden, dan neemt het Openbaar Ministerie een standpunt in en eist een straf. Zoals in Suriname ook voor Boutersen een straf is geëist van 20 jaar gevangenisstraf. En hij zegt dat het Openbaar Ministerie moet letten op zijn onafhankelijkheid en zijn gezag. En hij zegt wanneer het Openbaar Ministerie niet van onbesproken gedrag is, dus als het Openbaar Ministerie fouten maakt, dat niet betrouwbaar is, onderdeel is van corruptie, niet een goede administratie bijhoudt van de jurisprudentie, dan word je onzuiver en dan gaat het gezag van het Openbaar Ministerie inboeten. Dat is kort samengevat een van de stellingen van de jurist Dries van Acht, die in Nederland in de periode 1977 tot 1982 premier van het CDA is geweest voor Nederland. Dus Suriname is nu onder president Cendrika Prasad bezig beleid te maken. En de procureur-generaal die vervult een belangrijke rol voor het Openbaar Ministerie in Suriname. En ik haal dus het verband aan met meneer Dries van Acht en zijn inzet als jurist, dat hij heeft gewezen op die neutraliteit, maar ook de inhoud van het Openbaar Ministerie, dat men door zijn inhoud gezag krijgt. En je ziet in Suriname is die neutrale functie waar meneer van Acht op wees, is helemaal gebrouilleerd. En daarom heeft er onder andere in algemene zin een grote verwarring in Suriname, omdat de instituten, waaronder dus het Openbaar Ministerie, niet functioneren. Men heeft geen enkel geloof in het Openbaar Ministerie, omdat die te veel wordt gekoppeld A, aan personen en B, aan de, laten we zeggen, scheef gegroeide verhoudingen in Suriname. Om te beginnen, de etnische verhoudingen. De hele bevolking verdenkt de staatsstructuren ervan, dat die niet goed, evenredig zijn ingevuld etnisch. Dat de macht van de etnische groepen niet evenredig is verdeeld over de instituten, dus ook niet over het justitieel apparaat. En we moeten onderscheiden, het justitieel apparaat en de rechterlijke macht zijn twee verschillende dingen. En je hebt daarnaast de rechtsgang, dat is die kolom waarmee men te maken krijgt als men berecht wordt als beklaagde burger. Dan krijg je te maken met die kolom binnen het justitieel apparaat. En dat is onderdeel van de rechterlijke macht in een land. Maar goed, ik dacht, nou maar niet te lang hierbij stil blijven staan, want dan wordt het weer een apart college. En ik moet u toch het overzicht geven van het recente gebeuren in Suriname. Dus ik ga direct naar de actualiteit in Suriname. En ik begin erop te wijzen dat er in de maand februari weer 6 doden te betreuren zijn. En die 6 doden, we zitten nu op de 7e, dus wat ik u net zei, de overgang van 7 naar 8 februari. Dus ik kan zeggen, we zitten nog steeds op
die alarmerende situatie van 1 dode per dag. En dat is heel ernstig. Dat wil zeggen dat nog niets erop wijst dat men in Suriname de coronapandemie onder controle heeft. Ik was in de afgelopen uitzendingen een beetje enthousiast, omdat de maand februari nog moest beginnen. En dus ik hield kraak, zeg, op zijn Suriname zegt men, je hoort kraak. Dus ik hield kraak voor de situatie dat wij met een schone lei zouden kunnen beginnen in de maand februari. Maar niets is minder waar dat er in februari de tekenen erop wezen dat we die coronapandemie niet onder controle hebben. En dat wijst de telling, de absolute telling wijst ons dat we spreken over totaal 161 doden in Suriname als gevolg van die coronaziekte, de virale besmetting. Ja, 161 doden, 6 doden in de maand februari, ja, en 122, dacht ik, zo ongeveer bij het begin van het jaar, en zo'n 33 in de maand januari. Dus ik hou u op de hoogte, maar we zijn geïnteresseerd in het eindresultaat, dus het totaal, en dat wijst erop dus dat er geen effect te bespeuren valt van een gericht anti-coronabeleid in Suriname. Dan kwam natuurlijk de schuldvraag. Wie heeft de schuld? Dat weet ik niet. Maar ik kan u wel weer opwijzen dat belangrijke factoren die bepalen hoe efficiënt wij de corona kunnen terugdringen, dat zijn in de eerste plaats het volk zelf. En onder het volk versta ik het hele Surinaamse volk, inclusief het politieke bestuur. En zoals u weet, heeft het politieke bestuur, en dat is het gênante eigenlijk voor Suriname, dat het politieke bestuur een rode kaart kreeg, omdat daar relatief de meeste besmettingen zijn gevallen. En natuurlijk heeft het te maken met de corruptie. Dat heb ik niet gezegd, maar onderzoek van internationale instituten in de wereld heeft aangewezen dat de landen waar er veel corruptie is, slechter in kunnen slagen om de coronapandemie terug te dringen. Dus dat is een van die oorzaken in Suriname waarom wij nog lang te maken gaan hebben met de gevolgen van die coronapandemie. Dat is die corruptie. Ja, er wordt op allerlei mogelijke manieren corruptie gepleegd. Ik noem u maar één val van, dat is de zogenaamde persoonlijke quarantaine. Die wordt verzorgd door beveiligingsbedrijven die weer aparte afspraken maken met de minister van Volksgezondheid. En in Suriname heeft er iets merkwaardigs plaats gehad, wat men snel onder het tapijt heeft weggeschoven, maar waar ik u telkens aan herinner dat we de onderste steen naar boven moeten halen. Dat toen men in Suriname die persoonlijke quarantaine had ingesteld, ja, men een beveiligingsbedrijf binnen 1 nacht uit de grond heeft gestampt en men heeft zomaar een adres genomen. Want men had geëikte punten had men nodig om in te dienen natuurlijk, om de zaak legaal in elkaar te timmeren. Moest men snel een adres hebben. Men moest ook personen hebben. Wie die mensen die hun naam ervoor leenden om de zaak op hun naam te zetten. En dan zie je weer die verdeling, dat er dan wordt gegraaid in een keur aan dommerikken onder de Creolen die hun naam ter beschikking moeten stellen. En de mensen op de achtergrond die met het kapitaal zwaaien en het geld verdienen, het grote geld, dat zijn veelal de rijkere Hindustanen die een stabielere positie hebben in de economie. En dat zag je dan ook, dat er snel een of ander beveiligingsbedrijf in elkaar is gestampt. En dan worden er namen genoemd. En dan blijkt dat als je het gaat onderzoeken, dat die mensen achter de schermen verbonden zijn met die minister. En dus er is nog steeds een groot corruptieschandaal op die manier aan het licht gekomen. En wat zagen we? Is nu allemaal gebeurd. Men heeft alles direct teruggetrokken. En men werkt nu met andere veiligheidsbedrijven. Maar we vergeten niet en we zijn geen dommerikken. Dus we zullen op een heel moeten aantonen dat corruptie onder andere
een van de factoren is die ertoe leidt dat men de coronapandemie moeilijk kan bestrijden in Suriname, dan gaat deze kwestie weer naar boven moeten komen om aan te tonen dat men zich niet kan verschuilen achter wij wisten bepaalde dingen niet. Ik bewijs nu door deze gegevens naar voren te brengen op de gerichte corruptie die er heeft plaatsgehad. Maar ik zeg aan de ene kant moet je ook die positieve dingen zeggen. Het feit dat men direct heeft hersteld, betekent dat men toch gevoelig is geweest voor de verkeerde gang van zaken langs de corruptieve weg. Maar dat wil niet zeggen dat die corruptie weg is. En daar gaat het nou om. Want we bespreken het waarom van die alarmsituatie in Suriname, dat de COVID-bestrijding heel moeizaam verloopt en slechte resultaten oplevert. Dus ik ga snel naar andere onderwerpen, anders kom ik niet toe aan ander nieuws. Ik wil wijzen op een groot financieel probleem in Suriname op dit moment. En laat me dat zo samenvatten, dat in Suriname twee dingen opvallen. Dat aan de ene kant er een verruwing plaatsvindt in de criminaliteit. Als je elke dag het nieuws bekijkt en naast elkaar legt. Ik raadpleeg diverse nieuwsbronnen. Voordat ik dit programma maak, lees ik van A tot Z wat er gebeurt in Suriname. Ik heb ook rechtstreeks contacten met Surinamers in Suriname die me de laatste updates geven. En ik weet het een en ander ook natuurlijk uit mijn eigen sociaal netwerk, zowel in Nederland als in Suriname. Ik geef u dus even een overzicht van bronnen. En dan kom ik met het nieuws en dan zie ik twee dingen al een tijdje de kop opsteken waar ik zeer bezorgd om ben. Dat is één, de toename van de verruwing van de criminaliteit. Ja, u weet, er is altijd een grote criminaliteit in Suriname. Maar nu blijkt het, het gaat bij elk nieuwsbericht om schieten. Wie schiet er? Wie gaat dood door een schot? En dan heb ik het over vanaf de politie die schiet op de burgers, als de burgers die op de politie schieten, de Chinezen die hun winkel zelf moeten verdedigen en op die verschieten. Ik heb beelden viraal zien gaan waar een Creoolse man op de grond ligt omdat hij heeft ingebroken in een Hindoestaanse buurt. En dan hoor je alleen maar Hindoestaans spreken om die man. En dan zie je dat die mensen over het... die man is niet dood, ik wil bijna zeggen over het lijk lopen. Nee, de gewonde ligt op straat en is met een aantal doeken vastgebonden. En dan zie je dat mensen met die man alsof het een lijk is spelen. Dus ook al was het een lijk, dan zou het heel erg zijn. En je hoort dus dat men af en toe is een Anton. Dus het is ook geen fake beeld van een ander land. Het heeft zich gewoon afgespeeld in Suriname. En dat onder de jurisdictie van het nieuwe politiebeleid van meneer Santoki. Daar wijs ik op. En die dingen, die hebben effect. Men moet niet denken dat die dingen geen effect hebben. Dus, en dan zie je dus dat het wordt alleen in de staats gesproken. En dan zit iemand, ik vond het walgelijk om te zien. Iemand speelt met een ketting. De gewonde man ligt op de grond. Ik heb associaties gehad met het beeld toen de militair Walker gewond op een brancard lag. En enkele minuten daarna geest gaf en overleed. Toen hij in die Rambokeskoep het een en ander moest getuigen aan die militairen. Die hem op onrechtmatige gronden hebben gegijzeld. Als stervende, gewonde, beestachtig hebben behandeld. Ik had die associaties. En dan zie je dat vandaag de dag nog steeds weer gebeuren. Dat er zo'n Creool op de grond ligt. En dat dit geval, ik haal het aan in het kader van de toegenomen etnische spanningen in Suriname. Die ook met die criminaliteit te maken hebben. En dan zie je dus dat een Creool, dus dat is de crimineel. Die is gepakt door die Hindoestanen, want meneer heeft een fout gemaakt. Hij is in de Hindoestaanse buurt gaan stelen. En die Hindoestanen hebben zich natuurlijk verdedigd. En hebben die man gepakt. Waar een pluspunt voor is, dat ze in feite de politie hebben geholpen de dief te pakken. En in afwachting van de politie, daar heb ik het over, zie je dan een beeld ontstaan, wat eigenlijk maar Gosting heeft gegeven, dat je zag dat jonge jongens
over de man heen stapte alsof het een leek was. En met een ketting in die man zijn oor gingen spelen. Dus die man lag met zijn handen geboeid op de grond. En dan zit iemand te spelen door een ketting in die man zijn oor te lanceren. Dan dacht ik, wat voor een onmenselijke geboefte is er in Suriname. En dan heb ik het over die burgers hoor, die zogenaamd die dief hebben gepakt. Dan zie je dat er zoveel onderlinge haat aanwezig is in de Surinaamse bevolking. En daar waarschuw ik voor. Want ik heb in mijn vorige uitzending wees ik op de etnische tegenstellingen in Suriname. En heb ik een beetje die rode kaart in de richting van die intellectuelen geplaatst. Met name de Hindoestaanse intellectuelen. Iets wat niemand durft te bespreken in Suriname. Heb ik geprobeerd een beetje in kaart te brengen. En ik heb het nu over die onderkant. Dat daar ook dat soort verscherpingen van die tegenstellingen plaatsvinden. En dat is gevaarlijk. En dus dat is de terreur. En in dat kader wees ik op een arrestatie van een aanhouding van meneer Piquet bij een controle. En meneer Piquet die is aangehouden door een politieagent. En die man schijnt hem 6 keer op zijn borst te hebben gedrukt. Of u weet hoe het gaat, onder de maatjes. Een beetje denigrerend op die man zijn borst slaan. En dan komt meneer Piquet met een emotionele ingesproken bericht die nu wat nu viraal gaat. Men stuurt dat bericht naar elkaar om te wezen, kijk, de ding wordt ernstig. Want Piquet bedreigt daarin, in dat bericht bedreigt hij de politie, dat als hij zes keer belaagd bij een aanhouding. En nu vindt hij dat als het nog 1 keer gebeurt, dan heeft een waarschuwing aan de Surinaamse politie, van als het nog 1 keer plaatsvindt, dan gaat hij gebruik maken van zijn recht dat hij een wapen mag dragen en dan gaat het verkeerd aflopen naar de Leeuwadong. Kijk, wanneer dus dit soort dingen plaatsvinden, daarom analyseer ik dit, namelijk dan is iets niet goed. Al ben ik voor of tegen mijn Piquet, als dit een normale zaak wordt, dat burgers berichten kunnen inspreken voor de media, voor de sociale media. En die dingen gaan viraal, gaan wereldwijd worden ze verspreid. Waar een burger zegt zo, als je me nog 1 keer aanraakt, dan schiet ik je overhoop. Dan ga ik de gevangenis in, of maar jij gaat dood. Maar dille of vadon. En dan zegt hij, gaat met de superieuren praten. En dan noemt hij de naam van inspecteur Toluit. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, dat ding is niet goed. Er is een verruwing, een verscherping gaande. En het heeft alles te maken met het bewapend zijn van die bevolking. Er zijn gewapende groepen. En dat is het gevaar voor Suriname op dit moment. Verder wees ik op de tegenstellingen. Dat is de samenvatting van de actualiteit in Suriname. Dat het is dus een verruwing van de criminaliteit. En het elkaar bedreigen. En dan heb ik het over politie die schiet op burgers. Ik heb het over burgers die politie bedreigen. En het ding van Piquet is een tussengeval, want Piquet schijnt volmachten te hebben als politieagent, als buitengewoon agent van politie. Ik weet niet wat die man zijn bevoegdheden zijn, maar hij wekt de indruk dat hij intern precies weet waar hij bezig is. En daarom spreekt hij de inspecteur Toluit aan. Maar het is niet goed. Het is niet goed dat op deze manier het gewapend zijn van die bevolking in het nieuws komt. En dat betekent gewoon dat iedereen op zijn kievieven is, toch? Want vroeger was het zo, dat als je ruzie met iemand hebt, dan kwam die man je een klap slaan. Of hij kwam met een stok. En sommige geweldenaren komen dan met een houwer. Oh, dat is passé, vandaag de dag. Kom dan niet met een stok, een houwer of een grasprietje. Men komt met een revolver. En men komt ook niet zomaar met een ouderwets dingetje dat 1 keer na elke 10 minuten een schot kan geven, moet je het weer laden. Nee, men komt met automatische, moderne wapens op je af. En die circuleren onder die bevolking. Dus en al was ik politie nu in de tijd gericht. Als je weet dat onder je burgers mensen zwaar bewapend zijn, dan zorg je ervoor dat jij ook maatregelen treft. En dat bedoel ik met verruwing. Dat men nu niet over 1 nacht ijs gaat. Die mannen, nee, iedereen neemt zijn voorzorg. Andere mannen zetten dievenijzer, bouw
dochter zat ons beloofde dat we een dag op, de balkon, op onze balkon zouden kunnen zitten zonder die beijzeren. Maar ik kan u zeggen, die bevolking heeft een grote tjuri gemaakt voor boters. En men neemt het zeker voor het onzeker. Dus iedereen beveiligt zichzelf. En dat is een gevaarlijke situatie. Dat moeten we niet hebben. En ik breng het in verband met de opkomst van rechtsextremisme. En dus als ik het naar politiek vertaal, krijg je dus dit, dat conflicten die in een politieke sfeer plaatsvinden in het land, nu worden voorzien van wapengeweld. En dat je dus, één en één is gewoon twee. Je kunt gewoon gaan zitten wachten op het moment dat er gewapende treffen zullen zijn tussen groepen gewapende burgers. En dan kun je van alles invullen. Een politieagent die zich groepeert om te vechten tegen burgers is een foute zaak. En dan wijs ik even op dit fenomeen dat de kop heeft opgestoken in Amerika vanaf 6 januari. En dat men noemde de opkomst van het rechtsextremisme. En een belangrijke auteur, die naam zal ik ook noemen, voor intellectuelen die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke benadering van het politiek extremisme. En dat is dokter Cynthia Miller Idris. Dus Miller getrouwd Idris. Ja, die heeft een boek geschreven. Dat boek heeft als titel Hate in the Homeland. En daarbij bestudeert ze de rechtsextremistische groepen die onder andere op 6 januari jongsleden in de Verenigde Staten de kop hebben opgestoken onder jurisdictie van de politieke ideologieën van de Republikeinse Partij en met name Donald Trump. Want daarvoor staat hij nu terecht en is deze week, beginnende met 8 februari 2021, daar staat Trump in de politieke aandacht in de Verenigde Staten. En hij staat niet alleen in een tweede impeachment terecht, maar hij staat ook als een symboolfiguur voor het rechtsextremisme in de Verenigde Staten. En daarom wijs ik op het verband met Suriname, dat Suriname niet moet doen alsof het een ver van een bedshow is. Die escalatie zie je ook in Suriname. Alleen hebben wij geen kapitool en wij hebben geen bestormers van het kapitool. Maar wij zien dat de criminaliteit in Suriname nu een kwestie is van wapengeweld. Ik wijs op een incident waarbij meneer Piqué gewoon de politie bedreigt. Het is begrijpelijk. Hij wordt geplaagd en getreiterd. Dus hij doet iets terug, maar het is niet goed. Dit moeten we in banen leiden en als Santoki, als hoge politiecommissaris, ex-minister van Financiën in Suriname en nu de president van Suriname, als hij blijkt niet te kunnen dit soort sentimenten te kunnen beteugelen in Suriname, dan krijgt hij ook op dit gebied van zijn eigen core business, krijgt hij een rode kaart. Dus het is een appel aan meneer Santoki om al zijn ten dienste staande kennis aan te wenden om te voorkomen dat in Suriname de vlam in de pan gaat raken. Want je ziet overal van die kleine tekenen dat er iets aan het koken is, zeg maar, in het Surinaams. Was dan een koekoekong. Ja? En ik wijs ook op de bedreiging, want Bouter is ook daarmee begonnen door op vergaderingen te wijzen op de onvermijdelijkheid van het gebruik van geweld. Wat hem is kwalijk genomen in verschillende toonaarden. Dat moeten we niet hebben in Suriname. En mijn tweede punt waarin ik ga eindigen, want het is nu naar het einde, dus ik heb maar één stelling nog, is erop te wijzen dat Suriname een witwasmachine aan het worden is. Ik heb bewijsmateriaal van verschillende Surinamers in binnen- en buitenland. Ik heb bewijsmateriaal van Surinamers in Nederland. Ik heb bewijsmateriaal van Surinamers op de Antillen, die ons met naam en toenaam bewijsstukken toesturen van dat er in Suriname op grote schaal wordt witgewassen. En het nieuws wat ik had willen behandelen, maar waarmee ik eindig, maar wat u toch goed heeft voor de volgende keer, dat is dat er een nieuw staatsbedrijf, een staatsinstituut is opgezet, namelijk het heet New Suriname NV. Het is een staats-NV waarin onder andere in de Raad van Commissarissen de minister van Financiën, Agai Bersing, zit. En de minister van
Buitenlandse Zaken Albert Ramdien. En hier is, krijg je dus een voorbeeld van wat het niet moet zijn. Dus nogmaals, ik heb het over het hoofdstuk, het thema, de witwasmachine van de Surinaamse economie. En ik wil wijzen op het feit, die politieke combinatie dat we in Suriname te maken kregen met een gewelddadig soort handelseconomie, ja, die aan het borrelen is en bestaat uit mensen uit die informele sector die over grote hoeveelheden zwart geld beschikken en de Surinaamse politieke macht gebruiken, dus via de VAP als instrument om van Suriname een witwasmachine te maken. En daar heb ik harde bewijzen voor. En ik eindig met te wijzen op de kritiek van mijn vriend Raymond Sapoen, die een artikel heeft geplaatst in de krant, dat hierop slaat. En dan heet het over dat er dingen gebeuren die niet transparant zijn. En hij wijst op een conflict of interest. Met een moeilijk woord noemt men dat, zoals ik dat in de politiek heb geleerd, incompatibiliteit. De incompatibiliteit is de onverenigbaarheid van functies. En je krijgt een situatie waarbij politici in Suriname, zoals de minister en dus minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken, Aghaiber Singh en Albert Ramdien, dat die zitten in een raad van commissarissen van een nieuw door hen zelf opgerichte firma of instituut, waarvan je moet je afvragen, is het nou een particulier of een overheidsding? En dat zij dus hunzelf moeten controleren. Met andere woorden, ze richten iets op waarin zij aan zichzelf moeten rapporteren of zij het goed doen of niet. En dat is een conflict of interest. En daar wijst meneer Sapoen op. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Lee voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zeg odi odi aan alle Surinamers wereldwijd die naar Radio Tamara luisteren. Blijft u luisteren, want wij houden u scherp. En u kunt van mij verwachten dat ik de onderste steen naar boven zal halen, zonder aanzien des persoons. Tot de volgende keer. Nogmaals, odi odi. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Ja, Iwan.